Het is echt ongekend hoe populair betonpaalschuttingen zijn. Er zijn meerdere variaties verkrijgbaar, meerdere kleuren en veel verschillende varianten. Klanten zien door de boom het bos niet meer, vandaar deze aflevering 197 meer informatie over betonpalen. In de regel zijn er twee verschillende kleuren beschikbaar in vrijwel elk model. Dat is het standaard grijze of de antraciete. In de antraciete en dan met name de lichtgewicht zijn ook nog palen met coating verkrijgbaar. Die coating zal ervoor zorgen dat de palen kleurvaster zijn dan de ongecoated variant. En bovendien zal vuil en vocht makkelijk afspoelen. Deze palen hebben we ook gebruikt in aflevering 121 van Gadero TV, waarin we er een echte schutting van mee hebben gezet. Ze zijn verkrijgbaar in tussenpalen en in eindpalen. Er komt nog een nieuwe levering aan met ook hoekpalen. Deze zijn alleen nog niet verkrijgbaar, die zijn nog in productie en zitten momenteel in de testfase. Bij de dikkere palen, dus de 10x10 varianten, zijn wel elke type verkrijgbaar in diverse afmetingen. Wat is nou het verschil tussen een eindpaal en een tussenpaal bij dit type betonpaal? Je ziet dat de tussenpaal heeft aan deze kant en aan de tegenovergestelde kant heeft hij een sleuf zitten. In deze sleuf zal je onderplaat vallen en je kan dan eenvoudig doorwerken. In de eindpaal zit hij echter, zoals je kan verwachten, maar aan één kant, zodat de andere kant volledig glad is. Daar hoeft immers geen onderplaat in. De eindpalen zijn over het algemeen iets prijziger. Het prijsverschil kun je terugvinden op de website. Deze palen zijn uiteraard goed verstevigd met betonijzer. Hier zitten 4 pennen in verwerkt en ook in de onderplaat is hij gewapend. Er zitten 3 pennen in verwerkt. Op deze manier heb je toch een stevig eindresultaat. Hier kan je mooi het verschil zien tussen onze light betonpalen en de normale betonpalen. Beide varianten zijn exact hetzelfde, zijn allebei tussenpalen. Alleen de light betonpaal is, zoals je ziet, veel kleiner en zal daardoor veel minder gewicht hebben. Ze zijn getest onder zware omstandigheden en bleken niet minder sterk dan de robuustere variant. Wil je juist een robuuste uitstraling, kies dan zeker voor de grote, zware varianten. Hier heb ik een voorbeeld van een hoekpaal. Je ziet, aan deze kant heeft hij een sponning waar de onderplaat in zal vallen. En ook aan deze kant is die sponning aanwezig. Je ziet hier ook gelijk bij deze paal hoe het antraciete kan verkleuren. Je ziet ook veel witte plekken. Dat is kalkuitbloei. Dat is een natuurlijk proces. Meer informatie daarvan vindt u op gadero.nl/service. Hier zie je onze onderplaten welke we meeleveren. Ze zijn aan de bovenkant voorzien van een piramidevorm. Hierdoor zal vocht tegelijk aflopen en langs de plaat naar beneden druipen zodat je scherm langer meegaat. Je kan zelfs je scherm iets boven de plaat laten uitsteken zodat die altijd mooi droog kan waaien. Dat is maar net wat je zelf wilt. Deze platen zijn uiteraard ook in het grijs en het antraciet verkrijgbaar. Ze vallen ongeveer 2 centimeter in de sponning van je paal. Daardoor zijn deze platen 1,84 meter, zodat je scherm van 1,80 meter precies weer tussen de palen valt. Maar de plaat aan beide kanten 2 centimeter in de paal gaat. Bij eindpalen, tussenpalen en hoekpalen zie je dat er alvast 2 gaten voor zijn geboord. Deze zitten precies op de hoogte van je dwarslat van je scherm. Zo kan je hier hoekbeugeltjes aanmaken met een pin er doorheen, zodat aan beide kanten mooi een beugeltje zit. Bij de eindpaal hoeft natuurlijk maar een eenkante beugel. Dat is aan de kant waar de gleuf ook zit en dus je scherm tegenaan zal vallen. Deze beugels zijn uiteraard langer voor de normale betonpalen als voor de light betonpalen. Bij de light betonpalen heb je immers een veel minder lange stift nodig. Dat wordt uiteraard goed over nagedacht en je krijgt de juiste lengte meegeleverd. Toch zie je bij deze hoekpaal dat er maar 1 gat aanwezig is. En aan deze kant zit die gat niet. Hier dien je zelf nog een gat te boren en met een plug een beugeltje monteren. Deze kan je uiteraard vinden bij bijbehorende producten en bij deze aflevering op gadero.nl/tv. Je dient dan wel eventjes een boordje mee te bestellen. Uiteraard wordt ook deze niet standaard meegeleverd, maar die je dus of zelf te hebben ofwel aan te schaffen. Dergelijke palen worden altijd geleverd met een piramidepunt, zowel de light variant als de dikkere, robuuste variant. Los van de variaties welke je kan doen wat betreft de betonpalen waar je de schermen tussen hangt, heb je ook gleufpalen. Dit zijn betonpalen waarin een gleuf verwerkt zit. De gleuf is in veel gevallen 35 mm. Dat zou betekenen als je 28 mm blokkenprofiel zoals deze hier in zal stapelen en mooi dichte schutting te krijgen, zou je hier nog een vullat achter moeten drukken. Bij onze nieuwe betonpalen met gleuf
is een gleuf van 28 mm gehanteerd. Daardoor zullen je blokhutprofielen er mooi invallen en heb je geen fill-up meer nodig. Het scheelt een hoop werk en je hebt aan beide kanten hetzelfde aangezicht. Als je de traditionele gleufpalen met een bredere gleuf zal hanteren, zul je altijd aan één kant een gleuf hebben. In deze nieuwe betonpalen is dat niet meer nodig. Je hebt aan beide kanten hetzelfde aangezicht voor een strak eindresultaat. Onderin dit model betonpal, waar dus de 28 mm blokhutprofielen perfect invallen, zie je dat de sponning onderin breder is. Hier zal weer precies een afdek of een onderplaat invallen. En op deze manier heb je dan toch genoeg ruimte voor, waar je profielen mooi bovenop zullen vallen. Bij de 35 mm variant zal de breedte van de sponning over de volledige lengte gelijk zijn. We hebben even goed ingezoomd op de voorkant van onze betonpalen. Hier zie je de brede sponning, de 35 mm. Je ziet dat er echt nog wel veel ruimte is. Blokhutprofielen zullen altijd scheef erin gaan staan. Een vullat is dus noodzakelijk om het geheel te doen klemmen. En hier de vernieuwde betonpalen met de 28 mm sponning. Er zit nog wel wat ruimte, dat is ook goed, want het hout wil natuurlijk uitzetten en nog wat krimpen. Maar hij zal over de volledige lengte mooi aansluiten. Een strakker eindresultaat dus. Hier zie je een mooi voorbeeld wat er mogelijk is aan kleurencombinaties. Je ziet hier antraciet betonpalen, een antraciet onderplaat en een mooi grijs tuinscherm. Dit is grijs gespoten. Aan die kant hebben we een mooie red glass schutting. Deze heeft een mooi aluminium omlijsting. En zoals je hier kan zien, zitten de hoekbeugels precies op de plek van de dwarsbalk. Dit zal zorgen voor voldoende stevigheid en je kan ze makkelijk vastzetten met een 4x30 mm RVS schroef. Daarnaast zien we heel vaak dat mensen kiezen voor een zogenaamd rotsmotief. En deze willen ze dan juist wat meer in het zicht hebben dan de standaard onderplaten. Die zijn namelijk nogal wat laag. Deze rotsmotiefplaten zijn wat hoger, maar daardoor heeft de paal ook een verlengde sleuf nodig. Ook deze palen kan je terugvinden op gadero.nl. Deze heeft wel een ander afdeklatje nodig. Die is namelijk niet standaard een driehoekig piramidevormig kapje bovenop. Die dien je dus los mee te bestellen. Het werkt namelijk met een soort veer- en groefsysteem, zodat je ook een volledig dichte betonschutting. Deze wordt weer opgebouwd met volledige gleufpalen. De gleufpalen worden afgewerkt met de zogenaamde pad. Dit is een betonnen kap, welke gewoon los op je paal zal liggen. Je kan eventueel verkiezen om dat met steenlijm erop vast te lijmen. In de meeste situaties ligt hij dus gewoon los. Een volledige betonschutting dus. Je moet ervan houden. Het heeft wel iets unieks. Maar let op, het is ongelooflijk zwaar. Dus denk er even om met een goede basis te starten waar je op je stapelt. Je kan niet zomaar op de klei stapelen. Ik zou adviseren een opslagband op zijn kant, dus op het brede gedeelte. Zo heeft hij een mooi stevig draagvlak en een opslagband van minimaal 8 centimeter aan dikte. Zo heb je een goede fundatie en daarop kan je dan beginnen te stapelen. En hier heb je dan zo'n voorbeeld waarin de blokhutprofielen precies in de sponning vallen. De sponning is 28 mm, 28, 29 mm. En zo krijg je een volledig dichte wand met aan beide zijkanten gelijk aangezicht zonder vullatten. Aan de bovenkant kan dergelijke nog worden opgevangen met een werkingsprofiel, zoals dat heet. Deze is vrij hoog en hierdoor heeft het blokhutprofiel nog mooi de ruimte om uit te zetten en weer te krimpen. Zoals je ziet is het latexhout al aardig aan het vergrijzen. Maar zo heb je wel een goed beeld wat er allemaal mogelijk is qua betonpalen. Bij Gadero hebben we al meerdere video's opgenomen over het plaatsen van betonpaalschuttingen. Zo heb je aflevering 121, aflevering 31, maar ook aflevering 68 van Gadero TV. En in die laatste aflevering 68 plaatsen we sleufpalen. We doen dat met hardhouten blokhutprofielen. Ook dit geeft een mooie luxe uitstraling. Dus bekijk ook zeker die video eens voor extra tips omtrent de plaatsing. Dit was aflevering 197 van Gadero TV. Ben je nou benieuwd welke materialen we allemaal hebben behandeld? Ga dan naar gadero.nl/tv en klik op aflevering 197.